jullie allemaal hartelijk welkom heten bij de officiële opening van de Zonnebus. We zijn al een jaartje onderweg. Hè? We hebben een jaartje proef gedraaid. Met dank aan onze chauffeurs die daar ontzettend hard hebben gewerkt en gebubbeld om te zorgen dat we uiteindelijk op de kaart staan. Dat mensen weten wat is de Zonnebus en wat kan ik ermee. Met dank ook aan al onze sponsoren. We hebben zoveel sponsoren dat ik ze niet allemaal stuk voor stuk op ga noemen. Dank aan Daan die heel erg hard gezorgd heeft dat die tweede bus waar we nu langs staan, dat die er is. Wat wil ik nog meer zeggen? Ik heb eigenlijk alleen maar heel veel lof voor onze chauffeurs en voor onze inzet van hun. En ik hoop dat we straks een heel groot succes worden in het Land van Kuik. Zodat we heel veel mensen die het lastig vinden om van A naar B te komen, kunnen vervoeren. Dan wil ik graag het woord geven aan Willy Hendricks. En zij gaat ook de officiële opening voor jullie doen. Dankjewel, Shirley. Ja, hier staat een trotse wethouder die er helemaal niets aan gedaan heeft. Dat is het leukste, hè? Dat is het leukste dat je dat mag doen, wat dat betreft. Maar ik moet zeggen, ik sta echt van te kijken wat hier kan. En ik kwam aan en ik zei, ja, wat is hier dan? En de bus, nee, mevrouw, er komt nog een bus bij. Ik hoorde het van mijn vriendin, die heeft een winkel in Kuik. En die zei, god, ik had een mevrouw en die was met die bus. Met de Zonnebus. En toen zei ik, nou, de Zonnebus. En toen zei ik, ja, dat is een prachtig project. Wij hebben gezegd, in de regio hebben wij het regionaal taxivervoer. Dat is voor mensen met een WMO-indicatie en andere mensen kunnen er gebruik van maken. Maar het is veel duurder. Maar dit is wat wij bedoelen. Dichtbij. Mensen die vaak iedereen een beetje kennen. De mensen ook leren kennen. Allemaal met vrijwilligers. Hier uit de buurt of uit Kuik. Ja, ik kan alleen maar, ja, en jullie staan trots te glimmen, maar wij glimmen ook. En ik denk dat vooral de inwoners van de Padbroek, en wat jullie zeggen misschien straks wel van heel Kuik, want er zijn natuurlijk tig mogelijkheden, met twee busjes notabene, want één was al geweldig. En ja, ik zeg net, ik mis volgens mij de ambassadeur, de heer Van Oort, maar ja, die moet werken, ja, die moet werken, dan moet iemand de kost verdienen. Maar dat is ook, ja, maar dat is ook een belangrijk iemand geweest, heb ik begrepen, ook in het geheel. Maar jullie ook, jullie wisten vol te houden en jullie hadden iets in je hoofd. En kijk hier, twee bussen. Geweldig, van harte gefeliciteerd jullie, maar ook de hele wijk Padbroek met dit gegeven. En ik heb begrepen, ja, jullie draaien al een jaar, en wat je zei Shirley, jullie hebben proef gedraaid. Ja. Een jaar, heel goed proef gedraaid, niks gebeurd, goed gegaan, zodanig dat je zei, en die tweede komt er ook naar bij, is gelukt. Met sponsoren, wat subsidie, geweldig. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, ik hoop dat jullie voorbeeld velen doet volgen. Er zullen ongetwijfeld mensen naar jullie toekomen van hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen. Je hebt het voor elkaar gekregen. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. En ik denk dat we nu maar op de knop moeten gaan drukken. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deze route binnen 14 dagen op, dus dat hebben we nou gedaan. 14 dagen geleden hebben wij een vergadering gehad. En toen hadden we de initiatief van die bussen. Ik ken het al langer, ik woon zelf in het centrum in de Kneelstraat. Ik zie dagelijks die bussen voorbij komen. En ik dacht, daar moeten wij als wijkraad, Centrum Kuik, ook iets aan doen. Nou, wij hebben besloten om een bedrag van 3000 euro te overhandigen. Voor in de toekomst. Want als ik zie Land van Kuik met 90.000 inwoners, dan mogen er een hele hoop ritjes gemaakt worden. Ja, mooi. Namens de wijkraad Land van Kuik, hartelijk dank. Nee. Voor deze inzet van het mag het even symbolisch overhandigen. Zal ik even jouw plastic? En de planning is, ik heb de planning opdracht. Zal ik even de plastic zak aannemen dan? Ja.
Doe de middelste, Shirley. Ik heb aan de voorzitter gegeven, nog niet overmaken. Morgen wordt het pas overgemaakt, anders worden jullie al op de hoogte. Nee, natuurlijk. Nogmaals, ga zo verder. Dankjewel. Nee, ja, ik wil het foto's maken. Steun. Tot dadelijk.